De GON is een afkorting van Gehandicaptenorganisatie Nederland. En die tot voor 20 jaar terug was dat een zelfstandige vereniging. En die is samengegaan met de ANGO, maar omdat iedereen in Gennep de naam GON kende, is de naam GON gewoon gebleven. Nou is het GON ANGO. Old man, look at my life. I'm a lot like you. My life, I'm a lot like you were. We hebben met elkaar allemaal wel wat. De een heeft het in de rug en de ander heeft weer wat anders. Maar dan ben je niet gehandicapt hoor. Nou, dan kun je behoorlijk gehandicapt zijn. Maar ja, we hebben ook mensen die in een rolstoel zitten. En die komen hier ook gebruik van maken. Maar ons doel is in de loop van tijd dat we mensen... Wie, of ze nou gehandicapt zijn of niet, gelegenheid geven om zich hier te verpozen. Dat kunnen we met biljarten, dat kunnen we met een hobbyclub hebben opgestart. Hebben we momenteel ook een tuintje. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cause. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Ja, we hebben het natuurlijk, ze zijn niet al te groot, dus we hebben ons eigenlijk moeten beperken in hetgeen wat we doen. We hebben gesteld dat we niet hoger mogen bouwen dan een halve meter, zeg maar aan kastjes of iets dergelijks. Vers, hoe groot zijn de percelen? Ze zijn van 35, 40 vierkante meter. En hoeveel liggen er nu? Er zijn nu 6 in gebruik, er zijn er nog een paar over. Wat voor gewassen worden er opgeteeld? Nou, de gewone huishoudelijke bezigheden, spultjes, boontjes, ertjes, worteltjes. Op het moment staat er een bed met spinazie, wat al geoogd kan worden. En een paar kroppen sla zijn er al oogstbaar. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Een prachtige biljart staan. Ja, de hele week, voor de middag en na de middag biljarten. En s'avonds ooit, met weekenden ooit. Nou, met groepen van 8, 10, maar zijn ook groepen van 4. Hartstikke gezellig, ja. We kunnen nog wel enkele mensen bij, daar ligt het niet aan. Maar... We willen nog gaan boetseren, we willen misschien nog wat gaan schilderen, we willen nog wat van allerhande hobby's, noem maar op. Die onze leden graag willen, nou geef ze dat aan en een paar man die willen dan mee starten, nou dan starten we dat op. Is er nog een ruimte genoeg voor mensen die zich aan kunnen melden en hoe kunnen ze dat doen? Nou, ze kunnen zich melden ofwel bij mij, dat is telefonisch, of ze kunnen zich hier vervoegen. Dan krijg ik het ook te horen en dan kunnen we in kijken waar ze in kunnen passen of waar de activiteit kunnen ontplooien. Maar mensen kunnen komen, noem maar op wat je wilt en we zoeken daar mogelijkheid voor om die mensen te helpen.